Goed, we gaan het hebben over serieuze zaken met de minister van Justitie, die hier een jaar geleden ook was, in dezezelfde stoel zat. En in dat jaar, dat hebben we even op een rijtje gezet, is er ontzettend veel gebeurd. Een man opent het vuur in een tram op het 24 oktoberplein in de wijk Kanaleiland. Drie mensen komen om. In navolging van de Hells Angels wordt nu ook motorclub No Surrender verboden. 5 jaar na die desastreuze vlucht met de MH17, waarbij 298 mensen om het leven kwamen, hebben de vermoedelijke daders eindelijk een gezicht gekregen. Dat ene telefoonnummer dat er altijd zou moeten zijn in geval van nood. 112. Vandaag was het nummer urenlang niet bereikbaar. Ontzetting, schok en verdriet. De moord op advocaat Derk Wiersum is een klap voor de rechtsstaat. Opnieuw is een Nederlandse advocaat op klaarlichte dag beschoten. Advocaat Philip Schol werd voor zijn huis onder vuur genomen. Zwaargewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Nederland moet er alles aan doen om de 56 kinderen van Nederlandse IS-vrouwen in detentiekampen in Noord-Syrië terug te halen. Ja, het is een hoop. En dat is niet eens alles. Nee, dat is nog meer, ja. Het dieptepunt van dit jaar, mag ik dat voor u invullen, was dat de moord op Derk Wiersum? Ja. Ja, nou, weet u, ik vond die tramaanslag ook echt heel verschrikkelijk. Dus je kunt ook moeilijk zeggen dat het... Ik vind het allebei verschrikkelijk. Maar het zijn allemaal zaken die enorm het rechtsgevoel van iedereen in Nederland raken. De lafheid bij de moord op Derk Wiersum heeft, denk ik, iedereen wel wakker geschrokken. En ik ben er al echt al 2 jaar op aan het hameren dat we in Nederland te maken hebben met een aantal nietsontziende criminelen. Ik noem dat sociopaten. Dat woord betekent, het zijn mensen die helemaal niks meer met onze samenleving op hebben. Kan ze me niet schelen. Ze schieten wie dan ook maar gewoon neer als ze maar uit beeld blijven. Stel dat u die sociopaat rechtstreeks toe zou kunnen spreken. Wat zou uw boodschap voor hen zijn? Probeert onze samenleving af te breken, maar dat gaat niet lukken. En we blijven alles op alles zetten om u aan te pakken. En daar zijn we ook mee bezig.